Dit jaar zou Sir Paul McCartney zijn Europese tour doen, maar toen dat allemaal niet doorging, dook hij helemaal alleen zijn eigen thuisstudio in en maakte na 40 jaar een vervolg op de albums Paul McCartney 1 en 2. En nummer 3 verschijnt vandaag bij ons zanger en Beatles-fan Jorik van Noorden. Hey. Ja, zeg, heb jij lang uitgekeken naar dit moment? Heel erg lang. McCartney 1 kwam uit in 1970, 50 jaar geleden. Dat is gewoon een halve eeuw. Toen kwam in 1980 McCartney 2. Dus in 1990 dachten de fans van, nou, maar nee. En in 2000 dachten sommigen ook nog, nou, misschien zal nu McCartney 3 komen. Maar iedereen had die hoop eigenlijk al lang opgegeven. Hij is inmiddels 78. Ja. Dus het was een enorme verrassing toen dit bericht kwam. Ja, hij doet geen optredens meer. Hè? Nee. Dat is eigenlijk niet meer de bedoeling. Maar is hij nu dan eigenlijk op zijn best ook in de studio? Dat vind ik zelf wel, want hij maakt gewoon plezier. Ongefilterd plezier. En hij probeert geen hits te maken. Hij is gewoon pretentieloos aan het genieten. Ja. En het is toch heel erg bijzonder en ook mooi dat iemand in deze tijd die energie kan vinden. Hij noemde het ook zijn rockdown, hè? Zijn rockdown. Want hij heeft liedjes geschreven, hij heeft geproduceerd. Hij speelt ook alle instrumenten in. En dat kan je echt heel mooi zien in Find My Way. I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh. Oh, oh yeah, oh yeah. Ja, het is wel echt te gek om te zien ook, hè? Ja, het is zo gaaf dat zo iemand die energie nog kan vinden, ja, om in zijn eentje alle instrumenten in te spelen en gewoon dag in dag uit naar zijn studio te rijden tijdens zo'n periode. Voor mij als iemand die zelf ook liedjes schrijft en creatief bezig is, is dat echt het hoogste voorbeeld. Ja, wat is jouw favoriete nummer van het album? Dat is het nummer Deep Deep Feeling. En dat is een liedje van bijna 9 minuten. Heel spannend en een beetje psychedelisch. We kunnen het hier denk ik niet gaan laten horen, ja, maar klein kan ik mensen wel aanraden. Geen 9 minuten. The feeling goes from best to worst. You feel your heart is gonna burst. En dus, ja, heel mooi. Er staat ook nog een oud nummer op. Ja. 1992 al geschreven, maar nooit eerder uitgekomen, hè? Dat klopt. En wat heel bijzonder is aan dat liedje, dat is dat geproduceerd is door Beatles-producer George Martin. Dus het is eigenlijk heel erg mooi, nu hij is overleden, dat dit liedje alsnog als een soort eerbetoon uitkomt. En je hoort ook aan zijn stem dat hij toch nog net wat jonger was. Ja. Heel mooi. Waarom ben jij zo'n grote fan van de Beatles en van Paul McCartney? Ja, dat is een lastige vraag. Het is toch een gevoel uiteindelijk. In 1995 toen kwamen de Beatles met een reunie-single met Anthology. En ik werd daar als kind meteen door gegrepen. En eigenlijk sindsdien ben ik al die muziek gaan leren kennen. En heb ik dat in mijn hart gesloten. Mooi. Ik hoor trouwens nu dat we When Winter Comes ook nog even een stukje van kunnen laten horen. Leuk. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store? When winter comes. Goed, hè? Mooi. Goed, wat zei jij nou? Nou, 78. Ik ben 74 bijna, dus het is de toekomst. Ja. Ja. Lekker om te zien, hè? Dat, ja, dan geweldig. We hadden het vooruit. Ik heb het live zien optreden in eigenlijk al in zijn vocale nadagen, vond ik. Want in de Olympiade in München, toen klonk het niet meer. Nee. Dat is geen stem meer. Nee, en de lockdown heeft hem wat dat betreft wel echt goed gedaan. Rust. Je hoort dat hij wat rust. Nou, jongens, we kunnen nog iets moois laten zien. Hè? Want hij is dus inderdaad 78 jaar. Hij heeft ons laten doorschemeren dat hij wil stoppen met optreden. Maar we willen dan toch nog even kijken hoe hij 2 jaar geleden nog met al zijn enthousiasme een verrassingsoptreden deed. Jullie hebben het vast gezien. Why don't you stick something on the jukebox? Whatever you want. Just take your pick. Do you ever have a cheeky little drink yourself? Never ever. Never ever at all? No. What about the dregs that are in the bottom of the thing? Ja, geweldig was dat, hè? Dat was natuurlijk fantastisch. Die mensen zie je ook helemaal van, wat gebeurt er nu? Vol verbazing. Ja. Heb jij het idee dat, dat die trilogie nou eigenlijk af is? En, nou, natuurlijk is die af. Want, ja. Maar dat hij ermee stopt nu, dat het
dat hij niks meer... Nee, dat denk ik niet. Toevallig heeft hij vandaag nog gezegd in een interview... het was iets van... ik weet niet meer precies wat het was. Maar het had ermee te maken van... als we stoppen met spelen, dan worden we echt oud. Dus we blijven gewoon spelen tot we oud zijn. Goed zo. Ja. Het album van Paul McCartney is vanaf vandaag te beluisteren... via verschillende kanalen. Dank je wel, Jorik.